Een grote blok maken. Het instellen voor de hoogte en de diameter. Het voorbereidend werk, de schijf, de kaliber, een bak water en het kneden. Mijn favoriete bezigheid. Om de klei homogeen te maken. In het spiraal kneden. Ja. Even voorstellen, Hans Meeuwsen, mijn leraar. Dag Henk. En nu het draaien. Begint met het centreren. Waar de meeste beginners nogal wat moeite mee hebben. Met eenmaal onder de knie heb. Nog een fluitje van een cent. Dat lijkt allemaal heel gemakkelijk. Maar mijn optie is dat de machine het werk moet doen. De handen die begeleiden het. Ja, Dirk heeft nog verteld dat de klei het zelf moet doen. Zo van, allee op, omhoog. Het openen. Terugsturen. Nou, je kan het nog herstellen. Ja. Wel niet de bedoeling. Nee, het is dubbel werk, hè. Ja, het kost tijd. En tijd is geld. Ja. Bij een ondernemer. Goed, pot met een dubbele bodem. Even kijken hoe die nou is. Ja, is hier te dik, hè. Kaart ziet te dik. Maak hem ietsje dunner. De diameter van de vorm wordt gevormd. Van hier is de hoogte goed te zien. Vanwege het model. Als hij klaar is met optrekken, wordt het model
ingebracht of aangebracht. Dan zie je de bolle vorm al tevoorschijn komen. En bij al die bewerkingen moet de hoogte natuurlijk hetzelfde blijven. Met een houten lomer, gevormd uit een plak, uit een plank, maakt de pottenbakker de wand glad. En wordt de vorm min of meer geaccentueerd. Nee, ik deze bestel hoor, ik vind het zelf niet zo'n mooie vorm. Beetje hoogte kwijtgeraakt. Het insnoeren. En weer de vorm bijwerken. Met een stukje zeem wordt de bovenkant mooi afgewerkt. En weer meten.